Ann, wat is AnnJolie? Wat wees al? Ja, dus ik ben Ann, ik ben 38 jaar en ik ben ook mama van 2 kindjes. Ik heb sinds kort nog maar mijn instituut hier. Daarvoor was ik altijd verpleegkundige in de thuiszorg en in het ziekenhuis heb ik ook gewerkt. Maar mijn papa die is 5 jaar geleden ziek geworden, die heeft kanker gekregen. En we merkten tijdens de behandelingen bij de chemokuren dat die huid heel veel achteruit ging. En daar werd heel weinig aandacht aan besteed, aan die huid. En ik had zoiets van, ja, ik wilde al heel lang mijn eigen instituut. En dat was voor mij zo'n beetje de doorslag van, ik wil daar dieper op ingaan. En tijdens corona heb ik mij daar verder op verdiept. En heb ik eigenlijk besloten van mijn eigen instituut uit te baten. Wat ik eerst als medische pedicure heb gedaan. En dan sinds een jaar volledig op huidverbetering. Wauw! Ja. Ja, om het zo te zeggen, het is wel een triestig verhaal, maar uiteindelijk zich wel voortzet in iets heel mooi, als ik het zo mag zeggen. Ja, en dat geeft mij ook al heel veel steun, want ik wil daar echt wel op werken aan die huiden. Dat mensen echt wel resultaat gaan boeken. Niet gewoon maar een relaxatiemomentje, maar echt wel met resultaat ook naar buiten gaan. En dat is wel waar ik op wil werken. Ja, inderdaad. Dan spring ik eigenlijk direct over naar het icoone, want je zegt niet alleen een wellnessmomentje, maar ook het resultaat, waar dat icoone eigenlijk perfect in het plaatje past. Maar waarom is jouw keuze eigenlijk gekomen om icoone te introduceren bij AnnJolie? Eigenlijk komt het door mijn klanten, want ze misten hier nog het lichaam. Ik werkte dus heel veel op het gelaat, maar het lichaam ontbrak hier. En dus daarmee dat ik bij Senitas terecht ben gekomen en ik had het toestel 1 keer geprobeerd en ik was daar al onmiddellijk mee verkocht. Gewoon omdat het die wellnessbeleving geeft, dus voor een klant is het super ontspannend, maar je hebt wel al onmiddellijk resultaat. En dat trekt zich ook door op het gelaat. En daar ben ik eigenlijk wel een beetje van verschrokken wat een resultaat na 1 behandeling al geeft. Ja, en dan spreek je ook over het mentale of enkel... Het visueel, wat de mensen zien. Mentaal ook wel, want klanten willen resultaat hebben, maar ze willen ook wel die beleving, dat ontspannend gedeelte erbij. En ik merk wel met de icoone, klanten voelen hun na de behandeling echt wel helemaal zen. Ja. Je merkt echt wel dat er een last van hun schouders gaat. Gewoon al door het toestel al, die beleving die ze daarbij hebben. Inderdaad. Ja. Oké, nee, leuk. Hoe lang werk je nou met de icoone? Ik denk nu een maandje ongeveer. Ja. Ja. En hoe verloopt dat? Hoe heb je het aangepakt? Ik heb echt heel lang op voorhand al zitten teasen van er gaan nieuwe toestellen aankomen. Ik heb er al heel veel informatie over. Foto's laten voorbij gaan op mijn social media. En ik moet zeggen, ik heb op voorhand al enorm veel kuren verkocht. Ik had hem nog niet en ik heb al 20 kuren verkocht aan klanten. Ja, dus dat was wel... ik was er heel blij mee, want... klanten kennen het toestel totaal niet en toch is dat vertrouwen er wel. Ja. En het loopt heel goed. Ja. Nee, heel fijn te horen. Ook inderdaad opvallend en ik denk zelf dat je heel trots op je mag zijn. Ik ben ook persoonlijk heel trots op jou. Dat jij, voordat je de icoone al had, zoveel kuren hebt kunnen verkopen. Dat mensen en vertrouwen in jou hebben, maar jij ook heel hard in het apparaat. Wat dan ook heel fijn is voor ons om te zien. Je zegt zelf, mensen zijn nu gestart met hun kuur. Hoe reageren ze? Ja, ze vinden het... in het begin als ze hier aankwamen, ze moeten zo aan het toestel een beetje wennen, want ze vinden het zo wat alienachtig met alle armen en zo. Maar ze vinden het heel speciaal. En op het moment dat het toestel op hun gaat, ze zijn gewend van met andere toestellen te werken, dat het wel pijnlijk, als er pijnlijk ervaren voelt, maar... Dit is gewoon heel ontspannend en ze vinden het gewoon zalig om te laten doen. Oké, super fijn. Qua omzet, je zegt je hebt 20 abonnementen verkocht, wat heeft dat voor jouw zaak betekend? Niet alleen voor jouw klantenresultaat en wellness, maar wat heeft dat voor jouw zaak betekend, icoone? Vorige maand, toen ik hem eigenlijk nog niet had, maar wel met mijn kuur heb ik eigenlijk mijn beste maand ooit gedraagd. Dus ik ben super fier, en kijk er naar uit wat het toestel nog allemaal gaat brengen met mijn instituut. Ik merk nu al dat er enorm veel vraag naar is, ook omdat ik ben nog maar de enigste hier in deze omtrek. Dus je merkt wel dat heel veel mensen willen komen proberen, ze willen echt wel zien wat het toestel doet. Ja. Dus, Oké, een roze toekomst dat je ziet. Ja, ik ben... heel enthousiast en nu al super dankbaar dat ik het dus al hier heb staan. Dus ik ben benieuwd naar meer. Ja, leuk. Wel, ik hoop dat wij qua samenwerking zie ik het zeker roosgeurig. Roosgeurig, Jasmin, wat zeg ik nu? Zeker roosgeurig. Maar vooral, ik wens jou veel succes. Ik denk ook eigenlijk dat ik jou geen succes moet wensen. Je hebt zo getoond eigenlijk aan ons. En aan jezelf hoop ik ook, dat je wel echt een succes hebt al gemaakt van icoone. Ja. Ook al met jullie hulp, hè? Een topteam, dus ik ben heel blij dat ik Senitas heb leren kennen. Het is echt een familie. Heb je problemen, onmiddellijk heb je daar contact mee. Dus dat vind ik ook wel heel belangrijk. Zeker met zo'n toestel, dat er toch wel iemand heel kort bij je staat om je te helpen als je vragen hebt. Dus ja. En dus eigenlijk, als ik daar even ook mag inpikken, wat dat je, want wij hebben ook ons eerste gesprek gehad voor icoone. Wat ik toen heb verteld over Senitas, over het apparaat en dat je zogezegd gezien wordt als de sales talk. Is dat allemaal nu uitgekomen of zit je daar nog een beetje op een honger van iets? Nee, ik heb zelfs, moet ik zeggen, te veel gekregen. Ik krijg zoveel informatie, ze zijn allemaal zo vriendelijk, dankbaar. Ja, het is, je voelt echt dat je bij de familie hoort. En het is niet enkel gewoon een toestel kopen en daarna hoort jij, Senitas niet meer. Dat contact blijft er en dat familiegevoel ook. Dus ja, ik ben heel blij. Oké, heel fijn te horen.